dag. Veel gepland, veel gedaan. Bij wie ging het plannen nog niet zo goed? Jort. Ik was vergeten om mee te gaan. Oké, en hoe kwam dat? Ik was heel veel met aardrijkskunde bezig. En waarom was je zoveel met aardrijkskunde bezig? Omdat ik niet goed voor stond voor aardrijkskunde. Ja. Toen heb ik dat weer inhaald. Oh? Was ik weer bezig met aardrijkskunde. Je was echt helemaal alleen maar druk met aardrijkskunde bezig. Oké, hoe zou je dat nou volgende keer anders kunnen doen? In mijn agenda een rooster maken en mijn tijd plannen. Ja, dat is heel belangrijk, hè? Voor de aardrijkskunde in te steken. Ja. En wat doe je nou als het niet lukt met aardrijkskunde? Wat ga je dan doen? Ga je naar de meester vragen? Ja, dan ga je naar je meester of natuurlijk naar mevrouw Mutt, hè, want die weet alles van aardrijkskunde. Deze dag weer lekker beginnen. We zullen een dagplanning maken, dus pak even je weekplanning erbij. En ik wil van jullie even weten, hoe is het gisteren gegaan? Deze week gegaan. Loopt het allemaal zoals je het wil? Of waar zijn de dingen waar je tegenaan loopt? Ben je al ergens tegenaan gelopen, Mas? Nou, ja, ik ben gewoon van vrijdag. Dat ging niet zo heel goed. Want waarom ging het proefwerk van vrijdag niet zo goed? Omdat ik er niet zo heel veel van snapte. En wat snapte je er niet aan? Nou, gewoon grammatica. Oké. En heeft dat dan te maken met je planning? Ik denk het wel. Omdat ik gewoon niet meer grammatica heb. Dan had je iets meer met je grammatica bezig moeten zijn. Nou, laten we dat vandaag eventjes bekijken en dan. Kijken of we dat straks beter doen. Volgens mij hebben we alle planningen voor vandaag nu af. Tom, mag jij naartoe? Heel Frans. Naar Frans. Ik ga naar Engels. Engels. Waar ga jij naartoe? Duits. Duits. En Lucas? Begrijpend lezen. Begrijpend lezen. Oh, oké, helemaal goed. Nou, dan zie ik jullie straks allemaal. Oké. Oké, jongens, dit was jullie coachinguurtje. Ik wil van jullie nog even weten wat je nu gaat doen. Dat wat ga je doen? Ik ga naar Engels. Jij gaat naar Engels. Even kijken, Sam, wat ga jij doen? Ik ga naar Spanje. Oké, Cynthia, waar ga jij naartoe? Ik ga naar Frans. Jij gaat naar Frans en Anna, jij gaat naar? Nederlands. Rijk, waar ga jij naartoe? Ik ga naar Spelling. Jij gaat naar Spelling. Joelle, weet jij waar je naartoe gaat? Naar Nederlands. Jij gaat naar Nederlands. Goed, misschien dat jullie dan samen iets kunnen doen. Lara, weet jij het al? Ik denk dat ik gewoon naar Nederlands. Jij gaat naar wiskunde, maar het is een taalblok, hè? Dus je kunt nu niet naar wiskunde toe. Dus probeer in je planning een taal te pakken. Dus dat kan Nederlands zijn, Frans, Duits of Engels. Weet je dan wat je dan gaat doen? Dan ga je naar Duits. Oké, wie heb ik nog niet gehad? Daar weet jij al wat je gaat doen. Ik ga Frans. Daar gaat Frans. En Indy? Duits. Duits, Jolijn? Frans. Frans? Engels. Engels? Duits. Oké. Okay. Up a thousand miles. Can we stay right here? Nou, dan schrijf je in je planning op dat je het klaar hebt. Dat betekent dus
dat je voor nu klaar bent en dat je in ieder geval thuis niks meer hoeft te doen. Waar zaten de grootste problemen? Geen problemen? Even mij je planning laten zien. Ja. Nou, ik heb vragen of ik een Engels proefwerk heb. En ik heb woensdag heb ik een SO. Maar je moet hem nog wel even inplannen, dus dat ga je straks hier doen. Okay. Ja? Ja. Okay. En even bijwerken. En als jullie jullie planning allemaal hebben bijgewerkt, jongens en meisjes, dan mogen jullie voor mij liggen. Dan zie ik jullie vanmiddag. Het is bijna klaar. Wat ik zo meteen nog even van jullie wil zien, hoe jullie jullie middag hebben ingepland. Maar er is ook iets gebeurd vanochtend. Anna en Masha zijn er beide uitgestuurd. Hoe is dat, wat is er gebeurd? Nou, ik heb geen zin in wiskunde. Jij hebt geen zin in wiskunde. En waarom ben jij er dan uitgestuurd? Ik weet het eigenlijk, ik snap het niet, ik wou het niet uitleggen. Oké. Ja, maar zullen we vanmiddag dan toch nog wel eventjes kijken of we met z'n drieën hier even naar de... Meneer Renier kunnen gaan om dat even recht te trekken. Want dat, ik kan me niet voorstellen dat jullie de lessen van meneer Renier niet leuk vinden. Nee. Hè, maar dat je ook zo op elkaar reageert in de klas. Want volgens mij ging het daarom. Dat vind ik niet zo netjes. Dus als jullie zo even blijven zitten, dan kan de rest van mij zo gaan. Oké, jongens, over deze ochtend. Rijk en Danny. Wat gebeurde er? Want ik zeg jullie vechten, ik heb jullie naar binnen gehaald. Allebei onder een arm. Rijk, wat is er? Zeg je mij slaan? Oh, jij ging me schoppen. Nee. Wel. Nee. Echt wel. Nou, ik krijg het toch terug ook, hè? Ja. Zie je na school wel. Ja, tuurlijk. Oké, okay. Rijk, luister. Dit wil ik. We gaan elkaar niet opwachten naar schooltijd. Dus we moeten dit nu uitspreken. Dus ik wil zo meteen dat Rijk en Danny blijven zitten. De rest kan zijn spullen pakken. En jullie mogen... naar buiten toe gaan, nu mogen naar huis. Fijne middag. Ja, hey Raph, wat vind je hiervan? Nou, ik vind het een beetje onduidelijk, want als ik hier pauze heb, om 1 uur kan je de techniek of verzorging, of wiskunde. Want als alle kinderen nou naar wiskunde gaan, iedereen van deze school die hebben die vet willen doen, en de mensen van techniek en verzorging die zijn dan voor niks op school. Ja, nou, dat is een hele goede Raph. Daar moeten we dus ook nog even naar gaan kijken hoe we dat soort... vakken, gaan clusteren en hoe we dat gaan uitzoeken. Maar je kan je voorstellen dat je elk vak, kijk, wiskunde zul je vaker aanbieden. Hè? Dus elke brugklasleerling krijgt volgens mij 3 uur in de week wiskunde. Nee, nee. 5. Ja. 5 uur wiskunde. Dus, en je hebt 2, 3, 4 uur techniek. En dat smeren we uit over de week. Nou, we kijken hier dan van, hey, is het handig om dan wiskunde gelijk in de middag van te plaatsen, omdat je wiskunde ook in de ochtend hebt gehad. En dan kun je dus zelf kiezen. Maar dan kun je dus kiezen om in de ochtend wiskunde te doen, dan ga je dus niet in de middag weer kiezen voor wiskunde. Maar dan kies je voor techniek of verzorging. Ja. Dus de vraag is ook van, wat vond je eigenlijk van deze werkwijze? Van deze... Nou, ik vind het leuk en vooral ook heel erg handig en om het allemaal zelf in te mogen plannen. En wat vond je ervan als je telkens elke ochtend met dezelfde leerkracht begint? Ja, ik zou er nog wel even moeten wennen, alleen ik denk ook dat het handig is. En als je daar ook mee eindigt, dat het dan ja, meer ritme geeft en zo. Ja. Nou, goed om te horen. Is het ook duidelijk voor jou? Ja. Was het gelijk duidelijk? Ja. Okay. Kun je in je eigen woorden dan uitleggen wat we dan gedaan hebben vandaag? Laten zien hoe die planning werkt en uit wat voor vakken je kan kiezen elke dag en hoe je het zelf in kunt plannen en ja.
Dat is de bedoeling.